Op het moment dat je overige genodigde vrijwilligers en alle anderen aanwezig zijn. Er zijn alle slachtoffers die zijn gevallen bij de aanleg van beide spoorwegen. Het verloop van hier, denk ik, is als volgt. Voorafgaand aan de symbolische dodenmars worden gespeeld. Tijdens het spelen hiervan moet je gewoon blijven. Ik lees een gedicht voor dat mijn oma, Martje Chauffeur, heeft geschreven. Het gaat over de Birma-spoorweg, waar haar vader, dus mijn grootovervader, is overleden. Het gedicht heet Sporen van Verdriet. Ik zie lijnen. Overal lijnen. Ik zie rails. 415 kilometer rails. Van Birma naar Siam. Het is de dode spoorlijn. Ik zie sporen van ontberingen, regen, hitte, dorst, honger, martelingen. Ik zie dwarsliggers. Iedere dwarsligger één dode. Ik zie het ereveld met het cross of sacrifice, waarvan de rechte lijnen zich scherp aftekenen tegen de hete hemel. Ik zie graven, keurig in lijnen en in vakken gerangschikt. Ik zie verleden, heden, toekomst. Een levenslijn, vol onontwarbare knopen. En vandaag gedenk ik die liefde. De voorbereiding op vandaag heb ik een brief gelezen die mijn grootmoeder aan haar man schreef na hun laatste ontmoeting in Soerabaar. In juli 1942. Mijn grootvader Jan zat daar in krijgsgevangenschap. Mijn grootmoeder heeft die brief nooit verzonden. En dat is ook de reden waardoor die bewaard is gebleven. Ze heeft hem ook nooit kunnen overhandigen, want mijn grootvader overleed in kamp 10 aan de Birma-Siam spoorlijn. Op 35-jarige leeftijd aan ziekte en uitputting. De brief heeft mijn grootmoeder haar hele leven bewaard, onder in een kistje. Hij kwam hier tevoorschijn toen zij in 1989 overleed. Wetende dat haar einde aanstaande is, had zij hem in een envelop gedaan en erop gezet, voor mijn kinderen. Het zijn 12 dichtbeschreven kantjes met telkens een paar alinea's over wat er die dagen was gebeurd. De brief is als een dagboek. Mijn grootmoeder zat in die tijd met 3 kinderen alleen in de buurt van Soekeboen. Het is voor haar een angstige en onzekere tijd. Maar desondanks sluit ze elke dag af met een liefdevolle groet. Een herinnering aan hun samenzijn en een wens om toch snel weer herenigd te worden. De brief ademt voor mij op elke regel liefde en zorgzaamheid. Voor elkaar en voor de kinderen. Een gelukkig huwelijk na 9 jaar in de kiem gesmoord omdat de mensenleven er niet meer toe deed. Voor mij is vandaag het 3 pagoden monument daarom een monument van liefde en zorgzaamheid tussen 2 mooie mensen. Mijn dank aan. Het veld van Pacambaru zindert in de zon, maar zonder witte kruisen met een naam die ooit begon. Met een leven dat te vroeg verloren is gegaan. Bye.
pijnigen en te doden, zoals deze uit de kant en de kant van de wereld. Azië wordt Aziatisch. Alle andere gevangenen genomen wereldburgers, waaronder veel Nederlanders, alles willen, maar zeker niet minder. Respect en waardering, het zijn in mijn ogen belangrijke pijlers van onze. En het geweldige van het leven zijn blijven koesteren. Dit geloof in de mens en we zijn mede aan mijn doel. Een kleine steen kan bijdragen aan het levend houden van die herinnering.
Het laatste bloemstuk zal vandaag worden gelegd ter nagedachtenis aan de heer Van der Barselaar, de schenker van de Rinneesmuur, en aan al zijn kameraden die tijdens de bouw van de dode spoorwegen zijn gevallen. Zal zijn dochter, mevrouw de Groot, haar echtgenoot en kleinkinderen een bloemstuk leggen. En die wordt daarbij een bloem aangereikt door klein- en achterkleinkinderen van de ex-spoorwegwerkers. En mochten zich nog kleine vrijwilligertjes willen aanmelden, dan zijn die altijd welkom. Tussen trots en twijfel sta ik hier, met een Indisch verleden en mijn eigen toekomst hier. Tussen antwoord en vraag, tussen vroeger en vandaag. Tussen trots en twijfel sta ik hier. Onze ouders kwamen vroeger met z'n allen naar dit land, maar ze gaan nu vrijwel elke dag alleen naar een welverdiende rustplaats van ons heen. Aan het einde van hun levensrier, tussen trots en twijfel sta ik hier. Tussen trots en twijfel sta ik hier, met een Indisch verleden en mijn eigen toekomst hier. Tussen antwoord en vraag, tussen vroeger en vandaag. Tussen trots en twijfel sta ik hier. Tussen trots en twijfel maak ik de balans op van de tijd, die eerst zo tergend langzaam ging, maar nu zo snel verstrijkt. En de uren van de waarheid staat al bijna elk kwartier. Tussen trots en twijfel sta ik hier. Wij kwamen zoveel jaar geleden naar dit land, maar wie weet daar in godsnaam nog iets van. De geschiedenis herhaalt zich voor een nieuwe toekomst hier, in ieder vluchteling een kwartier. Tussen trots en twijfel sta ik hier. Tussen trots en twijfel sta ik hier, met een Indisch verleden en mijn eigen toekomst hier. Tussen antwoord en vraag, tussen vroeger en vandaag. Tussen trots en twijfel sta ik hier. Ja. Is een teken uit het verre oosten, dit moment. Ja, ik wist het niet.